Nederland is er nogal wat verwarring over hoe hard je wanneer en waar mag rijden. Deze bestuurder hield zich in eerste instantie keurig aan de snelheid, maar had niet in de gaten dat hij op een 100 kilometer stuk terecht kwam. En dat komt hem duur te staan, zoals we zien op de A1 ter hoogte van Eemnes. Er komt er één links. Arjan en Frank starten gelijk een meting. Ja, 10 meter, combi start. De telefoon moet vastpakken. 10 meter, hij is nu al aangelopen. Dit gaat hem wel worden, denk ik. De meting komt uit op. Die staat er in ieder geval vast. Ja, dit staat. Ja, nou, we gaan weer. En dan geeft de Skoda aan weer een dot gas. 50 meter combi gestart. 50 meter. Hij is uitgelopen. Hij rijdt op de cruise control, denk ik. Hij komt wel hoger uit, denk ik. De snelheid? 138. Daar doe ik het voor. Ja. Je hebt wel een rare rijstijl. Dan gaat hij op die as van die twee rijstroken rijden. Hij wil er langs kijken. Hij probeert het busje aan de kant te duwen. De Skoda zit bovenop zijn voorganger. Oké. Gaan we even langs. De auto krijgt een volgteken en Frank spreekt de bestuurder aan. Goeiedag. Mijn naam is Driessen. U rijdt te snel. Okay. 138 hebben wij gemeten in het stuk waar u 100 mag rijden. Gaat er een correctie af van 5? Van 33. Ja. Of nee, 33. 33 uit. Ja. Hij zegt 133. Ja, 133. Dat is wel heel veel. Dat is een ander verhaal. Nee, 33 taart. Je hoeft geen verklaring af te leggen waarom je snelheid... Nou, ik had het niet door. Ik dacht dat je op deze weg 130 mocht. Ja, daarvoor mocht je 130. Ja. Maar dan ga je op een gegeven moment over in de 100. Oké. Okay. En ja, daar blijft u wel die snelheid rijden. En daar krijgt u een procesverbaal voor. Dat is goed. Mijn collega zal zo even het bedrag noemen wat erbij hoort. Goed. En dan komt er in de loop van volgende week een briefje van het CIB. Prima. €323. Ja, ik kom op 9. Nou, dat is niet goed, moet je zeggen. Wat moet ik zeggen? Er zit niks anders op. Ik kom op 9 euro administratiekosten bij. Ja, goed. €340. Ja, iets meer. Ja. 342. Ja, ik werk niet voor niks, hè. Hey, dankjewel, hè. Hij doet rustig. Ja, joh. Ja? Oké, okay, tot kijken. Met een boete van €342 voor de snelheid mag deze man zijn weg vervolgen.